Welkom bij deel 12 van de online videocursus Microsoft PowerPoint 2021. In deel 12 gaan we nog altijd werken met een 3D-model en we gaan ook werken met animatiepalen. We gaan een lege dia toevoegen en we kunnen dit ook vanuit de taakbalk. We kiezen voor start in de taakbalk, we kiezen voor nieuwe dia, we klikken op het pijltje en we kiezen hier voor een lege dia. We hebben hier een volledig lege dia. Het eerste dat we gaan doen is onze achtergrond opmaken. Daarvoor kiezen we ontwerpen, achtergrond opmaken en we kiezen voor opvulling met afbeelding. Onder bronafbeelding invoegen uit een bestand. We kiezen onze achtergrondafbeelding en we klikken op invoegen. En onze achtergrondafbeelding is op onze dia geplaatst. Tijd om ons 3D-model in te voegen. In de taakbalk naar invoegen. Kiezen voor 3D-model, stok 3D-modellen. Het extra venster wordt geopend. We gaan even naar beneden scrollen. We gaan sport nemen en ik ga deze bal selecteren en we gaan die invoegen in onze presentatie. Ik ga de bal iets verkleinen en we gaan de bal ergens op onze presentatie plaatsen. Het is nu de bedoeling dat we gaan gebruik maken van animatiepaden. Met een animatiepad is het mogelijk om bijvoorbeeld de bal te laten bewegen van dit punt naar een punt hier of daar of ginder op onze dia. Hoe je dat doet, je gaat in taakbalk naar animaties. Je klikt op het pijltje hier onder en je kiest hier bij animatiepaden voor het pad dat je gaat gebruiken. We gaan eerst eens kijken naar het animatiepad lijnen. We klikken daarop en je ziet meteen dat onze bal beweegt. Het animatiepad lijn is toegevoegd en de bal beweegt nu naar onderen. Als we hier op dat rood puntje onze muisaanwijzer zetten, kunnen we die verplaatsen. Als we het vierkantje dat we zien verplaatsen naar rechts van de bal en we laten dat los, dan kunnen we in onze taakbalk onze deelvensteranimatie openen en we klikken op afspelen. En dan zal je zien dat de bal horizontaal beweegt. De bal gaat van zijn startpunt tot waar dat wij het vierkantje geplaatst hebben. Nu moet je wel opletten, want je kunt dit ook verplaatsen. Hou er altijd rekening mee als je bijvoorbeeld het animatiepad zo plaatst, dat onze bal niet van deze positie zal starten, maar wel hier van deze positie. Om dat te laten zien, klikken we terug op afspelen en je ziet dat de beginpositie hier is waar het vierkantje staat. Wil je toch liever dat de bal van de juiste positie vertrekt, dan plaats je het vierkantje terug over de bal. Klik op afspelen en je ziet dat de bal horizontaal beweegt. Je kunt dit zeker nog verplaatsen. We gaan even ons puntje terug selecteren en je kunt dit zelfs buiten je dia plaatsen. Als we nu op afspelen klikken, zul je zien dat onze bal ook natuurlijk verplaatst buiten onze dia. Willen we dit terug oplossen, dan gaan we even moeten uitzoomen tot we ons rood puntje hebben. Onze bal selecteren en dan gaan we het vierkantje terug in onze presentatie moeten plaatsen. Als we dit gedaan hebben, soms is het een beetje lastig,
Als we dit gedaan hebben, dan kunnen we onze animatiepad terugplaatsen zoals we dat wensen. Dit is dus een lijnanimatie. Je kunt natuurlijk deze lijn ook verplaatsen. Je kunt ze diagonaal plaatsen, hoe dat je ook wilt, verticaal, horizontaal, diagonaal. Klik je op afspelen, zal je zien dat de bal diagonaal over het scherm gaat. Dit is een animatiepad lijnen. We gaan even terugklikken. We kunnen dit eigenlijk ook rapper doen. We kunnen hier klikken en gewoon de 3 toetsen duwen op het toetsenbord. En dan is de animatie ook verwijderd. We gaan even terug naar animaties. Eerst ons model selecteren. Dan gaan we kiezen voor bogen. En je zal meteen zien dat onze bal een kleine boog maakt. We zien hier nu dat een kleine boog als pad is aangegeven. Als we dit vergroten, zien we nog altijd het pad dat een boog aangeeft. We kunnen de boog groter maken. Klikken we op afspelen, dan maakt onze bal ook die boog. Je kunt natuurlijk de boog ook veranderen. Je kunt hem ook omhoog. Dan is het precies of de bal gaat in de hoogte. Klik je op afspelen, zal de animatie afgespeeld worden. Je kunt dus zo verschillende zaken uitproberen en uittesten zoals je graag wilt. Onthoud wel, als je van het moment dat je het vierkant hier, het beginvierkant verplaatst, dat de animatie van hier begint. We klikken op afspelen en je ziet dat nu de animatie daar begint. Dit is dus een boog. Je kunt natuurlijk ook nog altijd de boog aanpassen en je kunt hem ook groter maken. Als je het resultaat wil zien, gewoon hier klikken op afspeling. Dat is de boog animatie. We gaan deze ook terug verwijderen. Even aanklikken op de delete toets drukken. Ons model terug selecteren. We gaan terug naar animatie. En dan hebben we bochten, het bochtenpad. Je ziet dat de bal eerst even horizontaal beweegt, zoals het pad hier is aangegeven. En dan eigenlijk de bocht naar onder maakt. Verplaatsen we dit, dan gaat nog altijd de bal het pad volgen. We klikken op afspelen en we zien dat de bal het pad blijft volgen. Ik denk dat je er wel een goed oog op hebt wat deze animatiepaden zijn en hoe je ze kunt gebruiken in een presentatie. Dan gaan we nu kiezen voor vormen. Je ziet dat onze bal eigenlijk een cirkelvorm maakt. Als we op onze animatiepad klikken, dan kunnen we deze ook aanpassen. Je ziet wel dat hier eigenlijk de positie waar de animatie begint, dat het vierkant verplaatst. We kunnen deze ook groter maken. Als we nu onze bal ongeveer hier zetten, goed. We gaan nu op afspelen klikken en onze bal maakt de vorm die we hebben ingesteld. Je kunt ook klikken op het pijltje hiernaast, op effectopties. En je kan hier nog bepaalde effecten instellen. Pad ontgrendelen, pad vergrendelen. Je kunt ook een geluid laten afspelen. Je kunt na de animatie het object lichter laten kleuren. Je hebt ook een mogelijkheid om de tijdsinstelling, maar dat kun je eigenlijk hier ook. De duur staat hier op 2 seconden. Hier kun je dit snel veranderen naar bijvoorbeeld 20 seconden. Als we dan op OK klikken,
En we laten de animatieafspeler zien dat de bal heel langzaam beweegt, omdat de gehele animatie 20 seconden zal duren. Dat zijn de mogelijkheden om dit in te stellen. Eens de animatie is afgelopen, dan gaan we deze terug verwijderen. We gaan onze bal even terug aan de kant plaatsen. We gaan terug naar onze animaties. Nu, de lussen is eigenlijk een beetje hetzelfde als de vorm, alleen zal de bal een lus maken als je dit selecteert. Je kan dit dan ook weer aanpassen, groter maken, verplaatsen enzovoort. Wat ik je nog wel wil laten zien is het aangepast pad. Als je daarop klikt, ga je zien dat je muisaanwijzer veranderd is in een kruisje. Nu kunnen we eigenlijk een pad tekenen dat ons object eigenlijk moet volgen. Als we nu een pad tekenen, eerst zo. We houden de linkermuisknop ingedrukt. We gaan naar beneden en we gaan naar daar. Is je pad ten einde, dan dubbelklik je op de linkermuisknop en zal je ook zien dat de animatie meteen wordt uitgevoerd. Je ziet hier het pad dat ons object zal volgen. We klikken op afspelen en we zien dat ons object, het pad dat we getekend hebben, dat dit zal gevolgd worden. Als we dit opnieuw doen, even de animatie verwijderen. Wat je ook tekent, het object zal dit volgen. Als we bijvoorbeeld zo beginnen tekenen, en we gaan nog zo en zo, en we trekken allemaal eigenlijk lijnen. Al wat dat je tekent en hoe lang dat je ook tekent, van het moment dat je dubbelklikt zal het pad vastgelegd worden en zal de bal de animatie uitvoeren. Ik ga hem iets langzamer laten gaan. Daarvoor vergroten we de duur van de animatie. We klikken op afspelen en je ziet dat onze bal nog altijd het pad volgt dat we hebben getekend. Deze animatie die mag terug weggedaan worden met de delete-knop. Wat kunnen we nu bijvoorbeeld doen met zo'n pad? We gaan eerst dit model even kopiëren, hierin kopiëren en we gaan een bal links en een bal rechts zetten. We gaan eerst deze bal nemen en we gaan naar animatie, we gaan lijnen selecteren, we gaan even wachten totdat dit is uitgevoerd en dan gaan we ons pad verzetten naar ongeveer hier. We gaan nu de andere bal selecteren en we gaan nu terug naar animatie, we gaan ook lijn kiezen, even weer wachten totdat de animatie is afgespeeld en we gaan nu deze hier meezetten. Nu moet je wel kijken, want als je animatie hier staat bij klikken, in je presentatie zal deze animatie maar eerst worden uitgevoerd als je op je muisknop klikt. We gaan hier kiezen met vorige en we gaan ook voor deze animatie klikken met vorige. Als we dit nu gaan bekijken in een diavoorstelling, je kiest daarvoor in de taakbalk diavoorstelling, we kiezen vanaf huidige dia en je ziet dat nu de twee ballen, de animatie en dat deze te samenkomen. Dat kun je dus allemaal doen met animatiepaden. We drukken op de escape toets om terug naar onze PowerPoint werkruimte te gaan. We gaan nu de modellen even verwijderen. We gaan naar invoegen en we gaan tekstvak kiezen. We gaan een tekstvak op ons dia zetten. Je kunt gewoon een tekst intypen. Het maakt niet uit welke tekst het is. We gaan de tekst even aanpassen. Ik ga dit een andere kleur geven. Een zeer lichte kleur. Ik ga ook het lettertype vergroten.
dat het toch een beetje beter zichtbaar is. Ik ga het zelf bold maken en ik ga ons tekstvak aanpassen. We hebben dus nu eigenlijk een gewoon tekstvak. We gaan nu naar animatie. We klikken op het pijltje hieronder. We kiezen voor lijnen. En je ziet dat je dit ook kunt doen met het tekstvak. Je zou bijvoorbeeld een hele animatie kunnen maken door tekst te laten verschijnen van buiten je dia. Als je dit buiten de dia zet, zal dit even verdwijnen. Let er wel op dat als je de animatie buiten de dia zet, dat je ook je tekstvak buiten de dia moet zetten. We zetten ons tekstvak ook buiten de dia. We gaan even terug inzoomen. En nu gaan we even naar diavoorstelling en we gaan klikken vanaf huidige dia. Nu, er gebeurt niets, zou dat komen omdat we onze animatie, onze instelling niet hebben aangepast. Als je nu klikt op de linker muisknop, dan zie je onze tekst verschijnen. Dus houd daar rekening mee. Als je gaat zien naar een voorbeeld en je ziet geen animatie gebeuren, klik dan eens op je linkermuisknop. Waarschijnlijk heb je dan vergeten als je naar animatie gaat om dit hier te veranderen. Verander je dit wel, verander dit naar vorige, ga terug naar diavoorstelling, klik vanaf huidige dia en onze animatie wordt meteen uitgevoegd als we de dia opstarten. We hebben nu gezien dat onze animatie eigenlijk maar tot hier komt. Wil je ze verder laten komen, dan kun je dit doen door ze gewoon te verslepen of door de lijn groter te maken. Ik ga even kijken dat ik het ongeveer juist kan zetten. Zo, en nu ga ik dit nog veranderen. Ik ga dit hier naar rechtsonder zetten. We zitten nog op diavoorstelling. We klikken vanaf huidige dia. En je ziet dat onze tekst van buiten onze presentatie, dat die verschijnt hier onder waar wij hem willen zetten, plaatsen of hoe je het ook wilt noemen. Met elk object dat je eigenlijk kunt plaatsen op je dia, kun je een animatie aan toevoegen en kun je ook animatiepaden gebruiken. De fantasie gaat heel ver met deze animatiepaden, maar we raden er toch aan, net zoals met andere animaties, dat je rekening mee houdt dat een presentatie met heel veel animaties ook de aandacht afleidt van wat jij aan het vertellen bent, of zelfs de aandacht afleidt van de presentatie, omdat zij die geïnteresseerd zijn in het onderwerp van je presentatie niet komen kijken voor de animaties of voor flitsende objecten, bewegende objecten. Je kan dit wel subtiel gebruiken om bijvoorbeeld iets aan te geven of ergens een bepaalde nadruk op te leggen. Daarvoor kun je die animatiepaden zeker gebruiken. Laat ons nu eens even onze home terughalen. Ik ga die hier gewoon uit de vorige dia kopiëren. Voilà, kopiëren. Ik ga naar onze nieuwe dia en ik pak plakken doelthema. Hier hebben we onze hond, weet je nog? En we gaan nu eens terug naar invoegen en we gaan terug naar het 3D-model. Stok 3D-model en we gaan onze bal nemen. Even selecteren, we gaan onze bal nemen, we klikken op invoegen. Even wachten totdat de bal is ingevoegd. We gaan die nu een heel stuk verkleinen. En dan zou je bijvoorbeeld ook kunnen zeggen van goed, ik ga nu deze bal laten bewegen totdat die juist voor de hond terechtkomt.
Daarvoor ga je dus naar animaties. Dat zou je ondertussen al moeten doorhebben. We kiezen het lijnanimatie. We wachten even. En dan gaan we dit verplaatsen. En we verplaatsen de bal tot juist bij de hond. Nu gaan we naar diavoorstelling. Onze animatie even instellen misschien. Object zal ik terug naar animatie gaan hier. En we gaan hier kiezen met vorige. Goed, we gaan dus naar diavoorstelling. We gaan vanaf het begin. En je zal zien dat beide animaties... Oh, ik heb verkeerd geselecteerd. Even terug escape. Terug naar onze dia, want anders moeten we heel de presentatie bezien en dat was de bedoeling niet. Dus diavoorstelling vanaf huidige dia, dat is wat we moeten selecteren. En je hebt gezien dat onze bal van aan de linkerkant naar onze hond is bewogen. We drukken escape toets, we selecteren onze bal, we selecteren even animaties. We gaan dit nu terug even op klikken zetten. We gaan terug naar diavoorstelling. We kiezen vanaf huidige dia. En nu gebeurt er niets. De bal beweegt niet. Van het moment dat je op de linkermuisknop klikt, zal de bal de animatie uitvoeren die we hebben ingesteld. Je zou hier ook een beetje mee kunnen spelen. En je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik ga de bal laten bewegen naar... boven het hoofd van de hond, mag er zelfs misschien een beetje op zijn. Zo, voilà. Als je dat gedaan hebt, ga naar diavoorstelling, klik vanaf huidige dia, linker muisknop en je ziet, hop, de bal staat op het hoofd van onze hond. Het is maar een voorbeeld dat we laten zien wat je bijvoorbeeld zou kunnen doen met die animatiepaden en hoe dat je objecten kunt beïnvloeden en ze naar een bepaalde plaats op je dia laten bewegen. Je kunt dit met tekst doen, je kunt dit met afbeeldingen doen, je kunt dit met elk object doen dat je invoegt op je dia. Kun je die animatiepaden gebruiken om objecten te laten bewegen op je dia. Dat zijn dus animatiepaden en zo kun je deze gebruiken. Ik ga deze dia er gewoon laten instaan in onze presentatie, in de dia's die we opmaken, als voorbeeld. Dus animatiepaden zijn een goed hulpmiddel als je een object op een bepaalde plaats of naar een bepaalde plaats wil bewegen op je dia.